We zijn 10 dagen lang te gast in het schitterende kasteel Elslo. U ziet het door de dagen heen, ziet u onze uitzendingen vandaag. En we praten nu met de eigenaar en directeur van het schitterende kasteel, Ron Goessens. Ron, hoe kwam je erbij om dit kasteel over te nemen? Ja Bert, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat heeft wel wat voet in aarde gekost. Zeker ook door coronatijd hebben we daar wat langer de tijd voor genomen. Ik ben 14 jaar ambtenaar geweest, gemeente Maastricht en gemeente Heerlen gewerkt. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je zegt, ik wil wat anders gaan doen. Dat punt deed zich voor. Toen zijn we hier met de oude eigenaar Joop Meijers van start gegaan, die hier een hele mooie zaak van heeft gemaakt. En ik kreeg toen de kans en de uitdaging om het de 21ste eeuw in te brengen, zeg maar. En daar had ik een paar doelstellingen bij. De historie terugbrengen in het kasteel, het verhaal, een sociaal project en vooral genieten van wat ik hier ga doen. Dat was eigenlijk de reden waarom ik hier terecht ben gekomen. Jij komt oorspronkelijk niet uit Elslo, maar je woont er wel al lang, hè? Dat klopt. Ik ben geboren en getogen in Spouwbeek. Daar ben ik ook trots op. Mijn vrouw, echtgenote, komt van Elslo. En uiteindelijk is de keuze op Elslo gevallen, omdat zij in Elslo woonde. Maar het moest wel in het oude straatje zijn in Elslo. En ja, dat bevalt bijzonder goed. Heeft zij nou gewonnen? Ze heeft gewonnen, ja. Ja. En jullie wonen in een van de mooiste panden van Elslo, hè? Een heel historisch pand. Je hebt heel veel met historie. Dat klopt, ja. Ik leef een beetje in de historie en dat mag ik hier iedere dag weer beleven. Dat is echt een gift. En daarnaast probeer ik de mensen het naar de zin te maken, zowel mijn gasten als mijn personeel. Want het zijn ook gasten en ook ikzelf ben hier te gast. Ik ben niet eigenaar van het pand, maar ik mag hier het horecagedeelte uitbaten. En dat doe ik met heel veel plezier. Ja, je bent horecaondernemer en restaurateur eigenlijk. Restaurateur dubbel ook als... om je oude dingen weer opnieuw in orde te brengen. Wat heeft jouw voorkeur als je nou moet kiezen? Dat is heel moeilijk, want het gaat allemaal parallel langs elkaar door. Eigenlijk wil je meteen het verhaal terugbrengen in het kasteel en de mensen dat vertellen. Anderzijds heb je toch een behoorlijke onderneming die je op de baan moet houden en goed moet leiden. En daarnaast wil je ook nog een sociaal project opstarten en dat is best veel bij elkaar, maar ja, zolang het meer energie oplevert dan dat het kost, doe ik dat heel graag. En waar heb je nou die horecapassie, hoe is die ontstaan? De horecapassie is ontstaan eigenlijk door mijn opa die kok was vroeger. En van daaruit ben ik op een LTS-zitter terechtgekomen, kreeg een baantje bij restaurant De Leister. Nou, daar heb ik het vak en ook de passie voor dit vak gekregen en geleerd. Naast De Leister heb ik nog wat meer zaken gewerkt. Remigiushoeve bijvoorbeeld, onder tieners. Nou, heel veel van die zaken, daar heb ik heel veel passie op gedaan op verschillende niveaus. En ik heb me voorgenomen, ooit ga je daar wat mee doen. En nu is het zover. En hoe is het dit jaar geweest? Want je bent, sinds wanneer ben je eigenaar? Nou, officieel eigenaar sinds vorig jaar januari. Toen hebben we gezegd, we doen eerste zaken 2 maanden dicht. We hadden nog coronasteun. Deze zaak is 365 dagen bij wijze van spreken per jaar open. Dus je kan niet dicht doen en dan we gaan restaureren. Dus we hadden toen eindelijk de kans om het hele restaurant, de zalen, om die op te knappen. Dat hebben we 2 maanden de tijd voor genomen. En vervolgens zijn we open gegaan en is het balletje gaan rollen. Nu zijn we met de kamers bezig. Ja, het sociaal project gaat er komen. Dan zijn we met de gemeente, Podium 24 en van alle nog wat organisaties in overleg. En zo loopt het nu eigenlijk. We doen heel veel zelf. Dat is ook waar. Dus we hebben geen architecten en dat hebben we allemaal niet. Dus vorig jaar hadden we een schitterende zomer, een prachtig voorjaar. Dus de horeca heeft daar veel van genoten. Dit jaar viel het voorjaar heel erg tegen. Klopt. Hoe heb jij dat ervaren, economisch gezien? Ja, economisch gezien kan ik niet zeggen dat we daar heel veel onder geleden hebben. Want we hebben natuurlijk een heel mooi terras, maar we hebben ook een heel mooi restaurant en we hebben een hotel waar gasten verblijven en eten ze niet buiten, maar dan eten ze binnen. Mm-hmm. En natuurlijk is iedereen welkom, ook voor het kopje koffie en een stukje vlaai. Maar ja, dat loop je dan mis, dat stukje vlaai en die kop koffie loop je dan mis. Dat betekent ook dat er minder druk op je onderneming zit qua personeel en dat is tegenwoordig ook wel een punt. We hebben er gelukkig niet zo heel veel last van, maar het is wel altijd puzzelen. Ja, wie zet je wanneer in en hoe kom je daar goed mee weg? Dus op zich hebben we niet zo heel veel last gehad van dat slechte weer. Natuurlijk heeft het wat op de omzet gedrukt, maar niet zo dat we daardoor in de problemen zijn gekomen, helemaal niet. Dat,
Waar komen jouw gasten, jouw overnachtingsgasten, waar komen die vandaan? Overnachtingsgasten komen over het algemeen Rotterdam, Den Haag, allemaal een beetje ook langs de kust. Die zoeken het Heuveland op en die zoeken het Groen op. En ja, als wij een weekendje weg gaan, gaan we vaak naar de kust. Dat is ook andersom zo, hè. En die kiezen dan ook voor producten uit het Heuveland? Want je hebt bier uit het Heuveland. Ja. Je hebt veel streekproducten, je hebt nu asperges op de kaart staan. Klopt. Kortom, je hebt vertrouwen in de toekomst. Zeker, zeker. Ja, natuurlijk ben ik iemand die van klassieke gerechten houdt. Je zit op een klassieke locatie. Klassieke gerechten in een modern jasje, dat heb ik niet verzonnen. Dat is op heel veel plekken zo. Maar ik probeer altijd met de seizoenen aan te bieden wat we hier lokaal hebben. En dan ook vers aan de seizoenen gebonden. En dat zijn nu de asperges, maar dat is ook in het wildseizoen het wild. En ja, ga zo maar door. Dank u wel, veel succes en bedankt dat we hier de gast mochten zijn. Dank u wel.